Hallo allemaal, welkom bij Papercraft Mix. Ik ben het, Brigitta. En in de video van vandaag laat ik jullie de nieuwe mini-release zien die deze week verkrijgbaar is bij Carlijn Design. In navolging van de waxseal producten van de laatste release hebben we vandaag een uitbreiding van de stempels en van de waxseal blokjes. Maar we gaan beginnen met iets nieuws bij Carlijn. En dat zijn twee nieuwe specialty papersets. Dit is de eerste en ik heb hem al gebruikt, dus ik heb hem al uitgehad. Ik ga het jullie laten zien. Het eerste is namelijk prachtig rainbow glitterpapier. En dit glitterpapier is zelfklevend. En kijk hoe cool. Het glitterpapier is 240 grams en het komt op een A4 formaat. Het is glitterpapier, maar glitter wat niet uitvalt. Absoluut no shed glitter. Je ziet het hier al staan. En zoals ik al zei, zelfklevend papier. Je krijgt 5 sheets in een pak. En dit papier is geweldig. Het is super lastig om te laten zien op camera. Maar kijk, het is glitter, maar het voelt niet als glitter. Dus het zijn geen losse glittertjes die je heel makkelijk kwijt kan raken als je ermee bezig bent. Maar het is ja, een soort mattige glitter. Heel moeilijk te omschrijven. Je moet het eigenlijk echt in het echt zien. Het is super geweldig. Dus lekker stevig karton. Zoals ik al zei, zelfklevend. En ik heb er al een project mee gemaakt. Maar die kan ik jullie op dit moment nog niet laten zien. Die komt een deze dagen. En het is echt, ja, je moet het gewoon uitproberen. Het is geweldig. Ik heb ermee gestanst. Dat ging prima. Ik heb geen kleine fragiele standjes gebruikt. Ik heb het een beetje grof gebruikt. Dat ging perfect. Ik heb begrepen van mijn collega promoteamleden dat ook wat fragielere stansen prima gaan. Alleen dan moet je me wel even een paar keer doorheen halen. Maar dat is eigenlijk bij al het wat dikkere specialty paper wat verkrijgbaar is. Dus dat is deze. Helemaal top. En het volgende papier wat is uitgekomen. En ja, daar ben ik helemaal fan van. Dat is metallic papier, maar dan holografisch en satin. Dus het is niet super, super glimmend. Het is geweldig. Dit is echt mijn favoriet. Ik was altijd al dol op het holografische papier wat Carlijn in het verleden kocht. Alleen dat was meer spiegelend, zeg maar. En dit is satin holo papier, zoals je hier kunt lezen. Ook dit is 230 gram. Iets is dunner als het andere papier. A4 formaat met satijnglans. Hè? En holografisch. En hier krijg je 10 sheets in op A4 formaat. En kijk, dit is het. En ook dit is lastig op camera te vangen. Maar hoe gaaf is dit? Dit is zo mooi. Ik heb een kaart gemaakt. Die gaan jullie zien de komende dagen. Waarop ik dit kartstuk heb geëmbost. Dat gaat perfect. En dat is zo mooi. Vooral dan komen al die kleuren, zeg maar, die je krijgt door de verschillende lichtinval, heel mooi tot zijn recht. Maar ook als je het gewoon als kaartenbasis gebruikt om woordjes uit te stansen, dan is dit ook al prachtig. Super mooi. Ik ben heel blij dat dit aan de collectie is toegevoegd bij Carlijn Design. Gaan we nu verder met de wax seal producten. Ik heb ze allemaal nog in de doosjes zitten. Ik ga ze er niet allemaal uithalen, maar ik kan jullie wel de plaatjes even laten zien. En ik zal er even één uithalen. En dat is mijn favoriete van deze release. Die is echt zo gaaf. Vooral voor mannen en jongenskaarten. Alhoewel, kan ook voor meisjes. Maar het is een waxzegel. Kijk, hier op het plaatje zie je het al. Met een Superman logo. Hoe gaaf is deze? Helemaal geweldig. Zo, zo tof. Echt waar. En ik heb natuurlijk ook een voorbeeld ermee. En ik zal hem even een aantal uithalen. Ik heb mijn voorbeelden hier aan de kant liggen. En ze zijn niet allemaal even goed gelukt. Maar dan kun je wel in ieder geval zien hoe dat het eruit ziet. Dus dat is al heel top. Kijk, en dan heb je hier het Superman logo. Hoe gaaf. Zie je al die mooie kleine detailtjes. Die komen er gewoon heel goed uit. Zie je wel als je deze gaat waxsealen. Nou, de volgende in deze set is de Hoera. En ik zal een link hieronder plaatsen naar het gedeelte van de webshop waar je deze allemaal terug kunt vinden.
Dus dit is de ovale stans of stempel Hoera. En die heb ik natuurlijk ook voor jullie gedaan. Kijk, hier is hij. Hoera. Super leuk op een verjaardagsprojectje natuurlijk. Ja, waar is het niet leuk op? Die kun je echt op allerlei thema's toepassen. Dan hebben we ook nog een prachtige sterrenstempel. Die kun je natuurlijk ook overal voor gebruiken. Maar hoe leuk is die ook weer voor met de feestdagen, met kerst, nieuwjaar, voor babykaarten, noem maar op. Super leuk. En misschien dat jullie ook al wel zien dat er dus nieuwe kleurtjes was zijn dat ik die gebruikt heb. Dus die ga ik jullie zo ook nog even laten zien. Kijk, we hebben ook een paar babyvoetjes. Super lief. Voor de babykaartjes natuurlijk. Hier heb ik ze gebruikt. Kijk hoe schattig. Alle kleine teentjes. Ah, zo lief. Super lief. De volgende is weer een Happy Mail. Het zegt ook Happy Mail. Het is een envelopje waaruit allemaal hartjes vliegen. Ook heel leuk en super goed te gebruiken. Kijk, deze was niet helemaal goed gelukt, maar je kunt wel eventjes goed het designtje zien. Dat is deze. En de laatste is van harte gefeliciteerd. Fijne dag. Even kijken, die heb ik ook. Ja, hier, kijk. Van harte gefeliciteerd. Fijne dag. Ik was begonnen met een marker. Heb het niet helemaal afgemaakt, zie ik. Maar dat is deze. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat jullie favoriete nieuwe stempel is. En zoals ik al zei, ook nieuwe kleurtjes wax deze keer. De eerste is de Silver Shades. Hier op het busje kun je al de kleurtjes zien. Wit naar zwart en allerlei verschillende kleuren grijs ertussenin. Ik zal even een paar in het dekseltje uitstrooien, dan zie je het wat beter. Kijk, zo kun je het al goed zien. Dus je hebt witte kraaltjes, zwarte, antraciet, matte, antraciet, metallic en grijze, lichtgrijze matte en lichtgrijze metallic. Je kunt ze natuurlijk solo gebruiken. Dat heb ik bij deze allemaal gedaan, maar jullie weten wel, je kunt ze natuurlijk ook mixen met elkaar of naast elkaar gieten, inlays maken. Als je wil kun je nog terugkijken op het YouTube kanaal naar de Facebook Live die ik heb gedaan bij de eerste release, waarin ik een aantal tips en tricks gaf en uitlegde met betrekking tot het waxseal basis. Dus er zitten geen tips in voor de inlay. Kijk, dit is het volgende potje wat is uitgekomen. De pastels 1. Nou, dat zegt al dat er een 2 is. Klopt, die is ook gelijk mee uitgekomen. En in deze zit een beetje de roze en lila tintjes, zoals je wel ziet. Je krijgt 30 gram in elk potje. Het is een kunststof potje. Hier kun je het al een beetje zien. Ik zal ze ook uitstrooien. Even beter bekijken. Kijk, en ook hier krijg je dus een mix van matte en metallic kleurtjes. Prachtig, heel metallic zacht oranje, dat is die. Zo gaaf. Ook weer wit, die kun je overal mooi bij gebruiken of alleen natuurlijk. En verschillende kleuren roze en verschillende kleuren lila. En die zijn voornamelijk mat. Gaaf hè? Ik had echt veel plezier weer met het spelen met deze, ze zijn zo leuk. Nou en dan komt de laatste, de pastels 2. En hier ga je van de groene tinten naar een beetje de blauw-grijzige tinten. Ook weer heel mooi. En een lekkere kleurenmixje voor de zomer. En de lente natuurlijk. Kijk, en ook hier. Kijk hoe leuk, heerlijke gele. Ik heb er al veel van gebruikt, dus die zijn al ver op. Je krijgt ook weer een beetje een grijzige. Je krijgt een lichtgroene, meer een aqua groene, zeg maar. En ook een blauwe. Zit er nu maar één in wat ik hier uitgegoten heb. Een lichtblauwe. Hier zie je hem wat beter. En dat is de laatste mix. Dus ja, weer een geweldige uitbreiding op de kleurtjes van Carlijn Design. Nu heb je weer een veel breder arsenaal aan kleuren om te gebruiken. En om te combineren met je projectjes die je maakt met de wax seals. En natuurlijk het super gaaf papier. Ga het zeker uitproberen. Het is echt een vernieuwend papier. Vooral deze No Shed Glitter. En dan ook nog zelfklevend. Deze is overigens niet zelfklevend. Dit is gewoon kartstok. Super mooi. Ik ben er heel blij mee. Ik heb er al met heel veel plezier gebruik van gemaakt. En ja, hou de socials van Carlijn in de gaten. Dan ga je prachtige voorbeelden zien de komende dagen van al dit nieuwe moois. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken.
check out. Kijk naar de link hieronder, naar de website van Carlijn. Daar kun je alle nieuwe producten terugvinden, mocht je geïnteresseerd zijn. En ik hoop dat je terugkomt voor mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. Groetjes.